We kennen het waarschijnlijk allemaal. Je hebt via Google gezocht naar een nieuw koffiezetapparaat. Of je hebt er eentje aangeschaft via Amazon. En ineens, online, staat alles in het teken van koffiezetapparaten. Big Brother heeft meegekeken over je schouder en weet nu dat je van koffie houdt. Nou, in het geval van koffie is dat misschien niet zo heel erg. Ik bedoel, van mij mag Google best wel weten dat ik koffie drink. Maar wat nou als je hebt gezocht naar tips om beter om te gaan met je depressie? Of als je hebt gezocht naar informatie over je favoriete politieke partij? Zou je het dan nog steeds even prima vinden dat grote techbedrijven, oftewel big tech, over je schouder mee hebben gekeken en nu die informatie van jou hebben en kunnen gebruiken? En zo niet, wat kunnen we daar dan aan doen? Hele goede avond allemaal. Welkom bij dit programma van Radboud Reflect en het Europees Parlement Liaison Office in Nederland. Ik ben Pam Teunissen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. En ik ben hier vanavond met drie fantastische sprekers om het te gaan hebben over de macht van Big Tech en de manieren om die macht wat in te perken. Maar voordat ik ze aan u voorstel, ben ik wel heel benieuwd. Wie van u vindt nou dat grote bedrijven als Apple, Amazon, Google, dat die te veel macht hebben op dit moment? Mag ik wat handen zien? Oké, daar zijn we wel tamelijk unaniem over, dat zo is. En wie vindt er dan dat de overheid zou moeten ingrijpen om die macht van Big Tech een klein beetje in te dammen? Nou, dat is ook wel zo ongeveer, maar net iets minder mensen. En dat is mooi, want daar hebben we vanavond nog iets om over te praten. Hoe heet het? Zoals ik al zei, zijn hier vanavond drie fantastische sprekers om met ons in deze en aanverwante vragen te gaan duiken. En als allereerste gaan we nu zo dadelijk luisteren naar politiek filosoof Bernd Hoeksema. Hij promoveert aan de Radboud Universiteit op digitalisering en machtsrelaties, als ik het goed heb. Dus dat kan alleen maar interessant worden. Hierna gaan we luisteren naar Europarlementariër en econoom Paul Tang. Hij is met zijn werk in Brussel nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Digital Service Act, oftewel de DSA. Een van de meest belangrijke wetsvoorstellen die er nu liggen om Big Tech een beetje aan banden te leggen. En daar gaat hij ons straks ongetwijfeld wat meer over vertellen. En last but not least gaan we luisteren naar jurist Frederik Zuiderveen-Borgesius. Hij werkt als hoogleraar digitale veiligheid aan de Radboud Universiteit. Nou, ze geven ons allemaal straks een korte lezing van ongeveer 15 minuten. Vervolgens ga ik met ze in gesprek. En tenslotte is er nog ruimte voor jullie om je vraag te stellen. Dus hou ze vooral vast tot aan het eind. Nou, dan wens ik nu heel veel plezier. En is het woord als eerste aan Bernd Hoeksema. Geef hem een warm applaus. Goed, we gaan het vanavond hebben over de macht van platformen, van online platformen en de rol van regulering daarvan. En ik ga dat doen in de context van vrijheid. En om te beginnen, het zal eerst wat theoretisch zijn, maar we gaan terug naar de DSA en de sprekers na mij gaan dat ook doen. En dan is meteen de vraag, waar denken wij aan als wij over vrijheid spreken? Nou, een veel voorkomende manier om over vrijheid te spreken is in termen van afwezigheid van beperkingen. En dat hebben we recent eigenlijk nog wel gezien. Tijdens de coronademonstraties gingen grote groepen mensen de straat op om te demonstreren tegen beperkingen die hen worden opgelegd door de overheid. Het dragen van mondkapjes of een avondklok. En dat zagen ze als een aanslag op hun vrijheid. En op dezelfde manier zou ik kunnen zeggen, als ik u allemaal zou dwingen om naar mij te luisteren vanavond, dan beperk ik uw vrijheid om iets anders te doen vanavond. En als kinderen naar bed gestuurd worden, ouders beperken hun ouders hun vrijheid, et cetera. Dat idee van vrijheid, dat noemen wij negatieve vrijheid, de afwezigheid van beperkingen. En wat belangrijk is in die context, en dat doorgaans geassocieerd wordt met een beperkte rol van de overheid, een kleine rol van de overheid. De overheid is altijd verdacht en argwanend, want de overheid is zelf een grote bron van beperkingen, van keuzes. En dat idee dat hangt ook heel erg nauw samen met hoe in de begintijden van het internet over het internet werd nagedacht. Als de grote plek waar open en vrije informatievoorzieningen zijn, waar communicatie vrijuit kon stromen door beperkingen heen die dat vroeger vergolden.
Het idee was een ultieme marketplace of ideas. En diezelfde soort manier van denken over vrijheid, die zien wij nog steeds terug in hoe Silicon Valley hun producten op de markt brengt en hoe zij over het internet spreken. Nou is er tegenwoordig veel kritiek op deze manier van praten. Zelfs de VVD heeft daar enige afstand van genomen. En een deel daarvan is dat het ingewikkeld blijkt om grote maatschappelijke problemen aan te pakken als de overheid een terughoudende rol moet hebben. En Annelien de Dijn heeft daar recent een goed boek over geschreven, De geschiedenis van vrijheid. Het lijkt zo te zijn dat misschien die vrijheid wel een recente historische uitvinding is die niet in het belang was van iedereen. Gelukkig is er een robuuster en veelbelovender alternatief om over vrijheid na te denken. En ik hoop dat ik die mee naar huis kan geven vanavond, voor zover je daar niet bekend mee bent. En dat noemen we dan republikeinistische vrijheid. Dat noem ik bewust republikeinistisch. De correcte vertaling zou republikeins zijn, maar het gaat mij in dit geval niet om de associatie met het afschaffen van het Koningshuis of om Amerikaanse politiek. Het gaat over hoe wij over vrijheid spreken. En dat idee van vrijheid is terug te traceren naar de oudheid. U ziet hier op de slide een buste van Cicero. Cicero was een groot Romeinse staatsman, een jurist en filosoof. En Cicero definieerde vrijheid als de afwezigheid van, als het leven zonder het hebben van een meester. En daartegenover staat dan het idee van slavernij, het onderworpen zijn aan de arbitraire macht van een meester. Nou, dit idee van vrijheid is in de afgelopen decennia, heeft een soort revival meegemaakt, herontwikkeld naar een moderne variant. Dat definiëren we dan als de afwezigheid van dominantie of afhankelijkheid. En dominantie gaat dan over het hebben van arbitraire macht, of het onderworpen worden aan arbitraire macht. Die kan worden uitgeoefend naar inzicht van degene die macht heeft. En dat is waar dan de kern van vrijheid in te vinden zou kunnen zijn. Dus denk opnieuw aan de positie van de slaaf bijvoorbeeld. Die onvrijheid van de slaaf zit er waarschijnlijk meer in de afhankelijke positie dan in de beperking van keuzes op een gegeven moment. Nou, dat slavernij is een oud verhaal in veel gevallen. In ieder geval in Nederland. Er zijn modernere varianten voor te bedenken. Je kan zeggen, arbeidsrelaties bestaan in zekere zin uit arbitraire macht. Dat is enigszins meer beperkt, maar het basisprincipe is hetzelfde. En wat interessant is aan deze manier van vrijheid is ook dat dit in het groot geldt. Dus een bevolking is vrij op het moment dat ze democratische macht kunnen uitoefenen. Dus in democratie kan je vrij zijn. Maar het maakt niet uit of je onder een goede koning leeft of onder een tiran. Als je onder een alleenheerser leeft, ben je altijd afhankelijk van de arbitraire wil van de heerser. Kort gezegd, vrijheid gaat dus niet om de afwezigheid van beperkingen, maar vrijheid gaat over het kunnen stellen van voorwaarden, democratische voorwaarden, aan macht. Er zit een democratische component in en dat is goed om vast te houden. Dan zijn er dan twee inzichten die we mee kunnen meenemen als we nadenken over big tech en over de beperking van de macht van big tech. En de eerste is dat dominantie vrijheid vermindert ook als ze niet wordt gebruikt. En dat is al een wezenlijk verschil met het negatieve vrijheidsdenken, waar vrijheid verloren gaat op het moment dat iemands keuze beperkt wordt. Voor een republikeinist is het zo dat vrijheid verloren gaat op het moment dat die macht bestaat, ook als het niet wordt uitgeoefend. Dus de onderworpenheid van een slaaf bestaat ook als de meester misschien eenmaal geen verkeerde bedoelingen heeft, of als hij zich onthoudt van enige, dat niet geïnteresseerd is in zijn onderworpen slaven. Die onvrijheid zit hem in de afhankelijke relatie die dan blijft bestaan. En je hebt dan ook dus niet zo heel veel in te brengen als slaaf. Je kan alleen maar proberen jezelf te verstoppen om aan slechte consequenties te ontkomen, maar die onvrijheid blijft bestaan. Dat is belangrijk, daar komen we nog op terug, ook voor het kijken naar technologie, de macht van online platformen. En een tweede inzicht is dat alleen arbitraire macht vrijheid vermindert. En hier zit de democratische component weer in. Dus een klassiek voorbeeld dat hier goed werkt is het verhaal van Odysseus, die samen met zijn bemanning langs een eiland met sirenen vaart. Nou, sirenen, die voor degenen die het verhaal niet kennen, die zingen betoverende muziek en die zorgen dat bemanningen van schepen naar het eiland toe varen, waar ze niet zo'n gunstig lot te wachten staat. En Odysseus die wil het geluid horen, maar die wil niet naar dat eiland getrokken worden. Dus die geeft zijn bemanning de opdracht om hem vast te binden aan de mast. En dan kan hij dat geluid horen. En als hij dan roept naar de bemanning, maak mij los, want ik wil daarheen. Dan gaf hij de instructie om ze alleen maar de touwen strakker te laten trekken.
Nou, dit laat zien dat voor een republikeinist Odysseus eigenlijk altijd vrij geweest is. Hij is namelijk zelf degene die initiatief heeft genomen om de beperking van zijn ruimte, van zijn keuzes in te stellen. En hij heeft zelf altijd de controle gehad en de termen, de voorwaarden gesteld op basis waarvan dat dan uitgeoefend wordt. En datzelfde principe geldt ook voor de democratische rechtsstaat. Op het moment dat regelgeving wordt ontwikkeld in een democratische rechtsstaat en het voldoet aan de eisen die we daaraan stellen, dan zegt een republikeinist, nou, daar gaat geen vrijheid verloren, dat is juist een manifestatie van vrijheid. Dat is heel in het kort het republikeinistische vrijheidsideaal. Of het republikeinse vrijheidsideaal, maar denk dan alsjeblieft niet aan het afschaffen van het Koningshuis. Dan gaan we terug naar online platformen. Waarom is dit belangrijk? Ik denk dat er drie belangrijke punten zijn die je kunt stellen met dit begrip van vrijheid in de hand. De eerste is dat de vrijheidsretoriek die door Silicon Valley eigenlijk altijd aangevoerd werd, dat beperkingen van het internet een probleem zijn voor de vrijheid van burgers, dat moeten we met een korreltje zout nemen. Als je op deze manier naar vrijheid kijkt, dus de klassieke manier naar vrijheid kijkt, dan is er zeker wel een punt te maken voor dat het beperken van arbitraire macht belangrijker is dan het hebben van zoveel mogelijk keuze op het internet. En op deze manier kunnen we vrijheid dus weer voor ons karretje spannen in plaats van dat van de belangen van kleine machtige partijen. De tweede is dat de afhankelijkheid van online platformen groeit. Online platformen bepalen in zekere zin hoe informatie verdeeld kan worden of gedeeld wordt op internet. Algoritmes bepalen in heel veel opzichten wat voor informatie je te zien krijgt, wat voor keuzes er voor je gemaakt worden in sommige gevallen. Ons gedrag wordt gestuurd met nudges en allerlei vormen van patterns, dark patterns noemt men dat. En daardoorheen zit ook nog de beweging van grote platformen die steeds vaker een publieke taak gaan vervullen. Nou, met dit republikeinistische idee van vrijheid is deze afhankelijkheid eigenlijk al voldoende om te stellen dat er vrijheid verloren gaat. Ook als we niet kunnen zien, niet kunnen aantonen dat bepaalde macht misbruikt wordt. Het feit dat partijen macht hebben en die op arbitraire wijze naar hun eigen inzicht kunnen uitoefenen, betekent al een verlies van onze vrijheid. En in sommige gevallen kan je zelf stellen, het is juist nodig om bepaalde beperkingen te hebben, als wij maar zelf degene zijn die bepalen wat dat inhoudt. Dus als wij bijvoorbeeld googlen, dan willen we natuurlijk niet dat Google ons alle informatie geeft, dan willen we relevante informatie zien. Dat betekent ook dat Google bepaalde dingen, bepaalde beperkingen moet opleggen. Nou, zolang wij zelf degene zijn die voorwaarden daarvoor stellen, is daar geen probleem voor vrijheid. Maar als Google dat naar eigen inzicht kan doen, dan is er een probleem voor vrijheid. Dus in deze context ben ik ook een groot voorstander van democratische controle zoals we dat kunnen zien in de DSA of de AVG. Dat is een belangrijk inzicht. En dan is er een derde, en dat is misschien wel de belangrijkste aanvulling van nu. Als vrijheid niet gaat over het hebben van zoveel mogelijk individuele keuzeruimte, en als democratische regels geen vrijheid beperken, dan is het ook niet nodig om zoveel mogelijk keuzes naar het individu terug te leiden. En dat, wie van u heeft wel eens de cookies van de Radboud Universiteit gelezen? Nee? Of de privacy policy? Jawel, één iemand? Nou, dat is wat we vaker zien in de wetenschap ook. Dat lijkt allemaal niet heel goed te werken in veel gevallen. Nou, voor een republikeinist is dat ook helemaal niet raar, want waarom zouden wij dat allemaal zelf willen doen? We kunnen dat best collectief aanpakken. Daar is ook ruimte voor, want democratische regelgeving gaat niet ten koste van vrijheid. Ja, dat is het derde punt. Dus samengevat, vrijheid gaat niet zozeer om het hebben van zo min mogelijk beperkingen of het hebben van zoveel mogelijk keus. Maar vrijheid is een kwestie van het beperken van arbitraire macht. En juist in die grote online platformen zien we veel van die arbitraire macht die nog niet beperkt is. In die context is het DSA een noodzakelijke ontwikkeling. En of die goed genoeg is en ver genoeg gaat, daar komen we vast nog over te spreken. Maar het achterliggende idee dat dit soort regelgeving vanuit de Europese Unie, vanuit de Nederlandse overheid, noodzakelijk is voor de bescherming van onze vrijheid, dat blijft staan. En daarnaast is er ruimte voor meer democratisch zelfvertrouwen. Ook het reguleren van bijvoorbeeld meer inhoudelijke zaken. Bijvoorbeeld misschien het tracken van ons online gedrag acceptabel vinden. Dat zouden we best eens kunnen verbieden zonder dat terug te brengen naar individuele keuze. En dat zijn een aantal van de belangrijkste inzichten die we kunnen meenemen als we met een republikeinistisch perspectief naar vrijheid kijken. Dank u wel.
Goedenavond. Even kijken. Ja, ik weet weer waar ik bij moet zijn. Individuele controle en collectieve controle. Komen we op terug. Ik ga even makkelijk beginnen. Ook laatst realiseerde me, ik zocht iemand op Facebook. En toen zag ik op mijn Instagram, zag ik diezelfde persoon weer terug vooraan bij mijn stories. Logisch, denk je. Want Instagram en Facebook zijn gefuseerd en gebruiken dezelfde data. Maar ik vond het wel weer een heel mooi voorbeeld hoe persoonlijke data worden gebruikt om aandacht te trekken. Want dat is waar het om gaat. Hoeveel mensen volgen jullie? Ik neem aan dat jullie allemaal op Twitter, Facebook zitten. Hoeveel mensen volgen jullie ongeveer? Enig idee? Veel? Meer dan 500? 960. 960, ja. Ik heb zelf laatst even bij Twitter gekeken, niet op Facebook. Ik volg iets van 1500 mensen. Ja, in de loop van de tijd, je verzamelt mensen, maar ik heb mij nooit de moeite om dat op te schonen. Dus ik volg best veel mensen. Maar als je je app opent, dan krijg je maar één post op Facebook te zien of één tweet op Twitter. En wie bepaalt nou wat die eerste tweet of eerste post is? Als je gaat scrollen, zie je meer posts of meer tweets. Maar wie bepaalt nou wat de eerste 15 zijn? Ja, dat is het algoritme. Dat is de redactie, de geautomatiseerde redactie. Dat is het algoritme wat bepaalt wat wij zien. En dat is in handen van de big tech bedrijven. Van Twitter, van Facebook, van Google. Daar moet ik altijd wat lachen om. Ja, lachen. Dat is niet het goede woord. Ik relativeer wel de discussie die Elon Musk aangaat. Hij wil absolute vrijheid van meningsuiting. Dat is zijn geloof. Geen beperking, geen negatieve vrijheid. En daarom vindt hij eigenlijk dat Kanye West of Donald Trump gewoon op Twitter moeten. Ja, zeker Donald Trump is van Twitter afgegooid, ook van Facebook afgedonderd. Maar Elon Musk wil hem weer terug hebben. Oké. Dat is één ding, maar het is misschien niet heel belangrijk op wat erop staat, maar wat je te zien krijgt is eigenlijk vele malen belangrijk. En dat is ook veel belangrijker geworden eigenlijk door alle veranderingen die in de loop van de tijd zijn geïntroduceerd. Ik ben begonnen met Twitter in 2009. Toen was Twitter eigenlijk heel erg saai. Dat is eigenlijk pas leuker, interessanter geworden op het moment dat, net zoals Facebook, er likes en retweets werden geïntroduceerd. Pas sinds die tijd, en daar zijn de algoritmes ook op gaan inspelen. Want als heel veel mensen liken, laat je het ook aan anderen zien die het ook gaan liken. Daar komt ook het begrip viral vandaan. Dat was voor die tijd niet. Het was eigenlijk sinds de introductie van de like en de retweet dat je viral kan gaan. Dat gebruiken, die likes en die retweets of die shares, die gebruiken de big tech bedrijven. Want als jij het interessant vindt, vind jij het misschien ook interessant. Zeker als jullie een beetje op elkaar lijken. En dat is belangrijk voor de techbedrijven. Want wat zij willen, is uiteindelijk je aandacht hebben. Net zoals als ik iets zoek op Facebook, iets op Instagram, iets op mijn scherm gebeurt. Want ze willen de aandacht vasthouden. Aandacht krijgen, aandacht vasthouden. Het zijn een beetje de kleuters onder de bedrijven, zeg maar. Aandacht krijgen, aandacht vasthouden. Maar dit is niet heel kleuterig, want de reden dat dat gebeurt heeft natuurlijk alles te maken met het verdienmodel. Ze hebben eigenlijk nooit hele goede verdienmodellen ontwikkeld, deze bedrijven. Ze doen zich graag voorkomen als technologiebedrijven, geavanceerd, innovatief. Maar ja, ze verkopen uiteindelijk advertenties. Dus ik vind ze soms net zo geavanceerd als een week aan weekblad, wat ook echt draait om. Bestaan er nog week aan weekbladen of niet? Van die huis aan huisbladen voor weken. Maar wat ik mij herinner van vroeger in ieder geval, vol met advertenties en heel af en toe een stuk wat eigenlijk niet te lezen was.
Maar dus je kan ook Facebook en Google, en dan denk ik met name YouTube zien als die week aan week bladen. Veel beter dan dat is het eigenlijk niet. Het kan wel een negatief effect hebben. Dus maar heel even om stil te staan. Mijn zoon legde ooit uit wat het verschil was tussen Instagram en Snapchat. Ik heb geen Snapchat, dus hij moest mij dat uitleggen. Hij zegt, Instagram is zoals het leven zou moeten zijn en Snapchat is zoals het leven is. Ah, dat begrijp ik wel. En je hebt ook tegenwoordig Be Real, dat is redelijk populair in mijn omgeving. In ieder geval in de jonge mijn omgeving. Vind ik ook heel leuk, Be Real. Het gaat over de werkelijkheid. Je moet een foto nemen. Jij bepaalt niet wanneer die foto genomen wordt. De app bepaalt wanneer die foto moet worden genomen. Dat moet je laten zien. Maar ik schrok wel een beetje van hoe het leven zou moeten zijn. Er is veel druk in deze samenleving over hoe je eruit zou moeten zien of hoe je zou moeten gedragen. En Instagram is bij uitstek dat vehikel om dat soort beelden te verspreiden. En er is een klokkenluider, Francis Hawken, die juist dat onderzoek naar voren bracht. Dat liet zien dat met name tienermeisjes, kwetsbare leeftijd zou je kunnen zeggen, heel gevoelig waren voor Instagram. En dat Facebook dat rapport onderdrukte. Maar goed, dat is niet alleen bij Facebook. Vorige week konden we ook in de Wall Street Journal lezen dat het TikTok-algoritme na 36 minuten kijktijd van video's over mentale gezondheidsissues en depressies weet het algoritme genoeg. En is 93% van alle video's gaat over mentale gezondheidsissues. Dus je bent gevangen dan in die vuik. Dus pas op wat je kijkt op TikTok. Het kan je blijven achtervolgen. Maar dat is eigenlijk even een zijpad. De bedrijven zijn erop uit om aandacht te trekken en aandacht te houden. En ze hebben daar een mechanisme voor ontdekt dat op zich niet nieuw is. Ik ben ook lid geweest van de Tweede Kamer en ik sprak wel eens. Ik ben lid van de Partij van de Arbeid. Er was ooit een tijd dat de PvdA regeerde en de VVD in de oppositie zat. Dat zeker voor de jongere mensen onder ons is dat, ja, de VVD zat ooit in de oppositie. Dat was nog. En ik maakte dan met de VVD-woordvoerder uit de oppositie de afspraak. Wij gaan een debat hebben en wij gaan heel erg ruzie maken. En waarom deden we dat? Nou ja, heel eenvoudig. Dan domineerden we het debat en stonden de volgende dag in de krant. Dat was ook een beetje. We vonden het prima ook, hè, om die verschillen tussen oppositie en regering, tussen links en rechts wat uit te vergroten. Dat was ook op zich niks mis mee. Maar we wisten ook heel goed dat we het debat daarmee domineerden en het nieuws hadden. Dus dat mechanisme van oneenigheid en het liefst verontwaardigde oneenigheid, ja, dat werkt goed, dat vinden we mooi, dat vinden we machtig. Nou ja. En de Amerikaanse techbedrijven, die kunnen geen seks verkopen, zo puritein zijn ze nog. Maar dit is misschien nog wel beter. Het probleem is dat het mechanisme is niet nieuw, maar het is wel op hele grote schaal doorgevoerd. Dus wat we zien is oneenigheid en het liefst verontwaardigde oneenigheid. En dat voedt ook een cultuur van polarisatie en het leidt ook tot fragmentatie, tribalisering. Dat is wel wat er gaat gebeuren. In die zin is de wereld wel aan het veranderen. Eigenlijk sinds de invoering van de like en de retweet button zijn we echt. Is de samenleving wel aan het polariseren en aan het fragmenteren. Dat betekent ook dat juist die verspreiding van nepnieuws, samensweringstheorieën, haatberichten. Heeft een grote vlucht genomen. Dat is wat we zien. En deze week was een collega van mij in het Europees Parlement, Rob Roos. Iemand kent Rob Roos, even kijken. Jullie zijn geen politieke diehards, anders hadden jullie dat geweten. Is lid van JA 21, een van de rechtspopulisten. En hij was helemaal gelukkig, heb ik mij laten vertellen. Vertelde iemand die hem tegen was gekomen. Want hij was viral gegaan.
Ja, dat is toch dat is toch mooi als je dat eens in het leven gebeurt. Hij was vrijwel gegaan, want er was zijn hoorzitting in het Europees parlement over COVID. Terugblik vanuit het parlement, hoe is het gelopen, welke lessen moeten we trekken? Eigenlijk wat gezond democratisch mechanisme. En hij had ontdekt, dus aanhalingstekens, dat bij het testen op vaccinaties er niet was gelet op of het leidde tot verdere verspreiding of niet. Hij zegt, zie je wel, we zijn voorgehouden dat als je gevaccineerd bent, je het minder snel zou verspreiden. Als je er even over nadenkt, dan weet je dat het natuurlijk onzin is. Je kan niet in een clinical trial met een beperkte steekproef, kan je natuurlijk helemaal niet nagaan of dat virus bijdraagt aan, of dat vaccin wel of niet bijdraagt aan het stoppen van de verspreiding. Je kan testen wat het gevolg is voor de individuen in die steekproef en in vergelijking met de controlegroep. Dus het was eigenlijk een leugentje. Maar wel een leugentje dat viraal ging. En hij belandde ook echt bij Carl, wat is de naam? Carlson Tucker van Fox News. Nou. En je ziet ook wel mensen als Marion Koopman en onze Vlaamse viroloog, ik ben even zijn naam kwijt, Mark. Nou. Zie je reageren, maar de leugen gaat wat sneller en de waarheid achterhaalt het misschien wel, maar voordat het zover is, is er al heel veel verwarring gesticht. Dus dat is de ene kant van het publieke debat op dit moment. Eigenlijk ingegeven door commerciële redenen. Uiteindelijk, want het gaat om aandacht krijgen en aandacht vasthouden. De andere kant is, en wil ik je ook op wijzen, heeft heel te maken ook met de macht die er is. De andere kant is dat de traditionele media veel meer onder druk staat, want Google en Facebook verkopen advertenties, maar die advertenties gaan niet of niet meer naar de uitgevers toe, de kranten, de omroepen. Dus de plek in onze samenleving die we hadden, waarbij er pluriformiteit was in het aanbod, we hebben veel omroepen, we hebben veel kranten, waar er ook redactionele onafhankelijkheid is, de redacties bepalen wat er op het scherm komt, de redacties bepalen wat er in de krant komt, want de krant is natuurlijk ook een tijdlijn. Ja. Dat is niks anders dan een tijdlijn. Die wordt eigenlijk ondermijnd op twee manieren, maar ook met name financieel. En dus omdat Google en Facebook van elke euro die besteed wordt aan advertenties, gaat de helft gaat naar Google en Facebook. Dat gaat dus niet naar de Telegraaf of de Volkskrant. Of de VPRO. Dat kan allemaal niet, want dat wordt ingehouden door Google en Facebook. Zij zijn de tussenpersonen, maar wel hele duur betaalde tussenpersonen. En dat ondermijnt, ik geloof dat het vak van journalist al niet heel goed betaald was, maar het is er niet beter op geworden. Maar we denken wel dat media belangrijk is voor het functioneren van onze democratie. Dat denk ik ook. We omschrijven het ook wel als de vierde macht. Het is een essentieel onderdeel van democratie. Bovendien zie je dat de reputatie van die media steeds wordt geknaagd. Ik weet niet of ik het hier heb staan. Ik had laatst een monteur op bezoek. Die begon over de mainstream media. Zeggen jullie dat niet? Jullie zitten zo te kijken. Ik denk altijd, als ik dat hoor, denk ik, nou, dit gaat een lastig gesprek worden. Dat is wat ik denk. Kwamen er wel uit hoor. Wat er bij hem gebeurde, hij geloofde de mainstream media niet. Maar hij begreep ook wel dat je niet elk bericht op Facebook moest geloven. Dus hij was eigenlijk afgehaakt. Hij volgde helemaal geen nieuws meer. Maar het punt wat ik wil maken, de reputatie van de media, de traditionele media met pluriformiteit en redactionele afhankelijkheid is zo aangetast dat mensen dat niet meer geloven of niet meer willen kijken. En ik moest even denken aan een citaat van Steve Bannon, campagnestratege van Donald Trump. Die zei ook, niet de democraten zijn de vijand, het zijn de media. En om die media is the enemy. En om ze in verwarring te brengen, we
flood the zone with shit. Sorry, dat is niet heel parlementair uitgedrukt, maar dat is wat Bannon zei, daar kan ik ook niet helpen. Het is een citaat, per slot van rekening. Waarom doen ze dat? Flood the zone with shit, om heel veel verwarring te veroorzaken, zodat de leugens die verspreid worden, er zijn zoveel leugens verspreid, dat eigenlijk niet meer achterhalen wat waar en wat niet waar is. En daarmee populisten ook het beeld in stand kunnen houden dat zij spreken namens het volk. Dat is eigenlijk wat ze altijd willen doen. Wij spreken namens het volk. Jij bent een verrader van het volk. Want jij bent het niet met mij eens. En dat beeld moet ze heel lang in stand kunnen houden om echt succesvol te zijn. Daarom dat de media, die probeert ook verhalen na te gaan, feiten te checken, de echte vijand is van de populist. Ik moet op de tijd letten, denk ik. Goh, 3 minuten. We komen straks hier net nog wel even op terug. Dan moet ik weer terug naar de DSA nog, hè, want daar heb ik nog, dan nog 3 minuten voor. Prima. Dus wat in de DSA gebeurt is, het gaat over veiligheid op het internet, zou je kunnen zeggen. En dat gaat vaak via transparantie, vaak transparantie voor het individu, maar meer dan dat. Het gaat bijvoorbeeld ook over collectief toezicht. Maar een van de interessante zaken die daar ook in zit, die dus heel belangrijk is, want daar begon ik mee, zijn die algoritmes. Dat is op dit moment een black box. En het is niet zo dat de wetgever, de Europese Unie, het Europees Parlement, de Europese Raad heeft voorgeschreven dat wat er wel op niet, integendeel, alleen alles wat illegaal is mag er niet op en dat moet er zo snel mogelijk af. Maar wat er wel is gebeurd, wat wel een verandering is, is dat het gaat erom niet alleen wat er is, maar ook wat er getoond wordt. Dus er komt, en dan verval ik heel even in het Engels, want de tekst heb ik in het Engels gelezen. It's a risk assessment van de algoritme. Een risicoanalyse. En waarom is dat dan belangrijk? Op dit moment weten we dus dat die algoritmen heel belangrijk zijn. Die worden gevoed door persoonlijke data. Die bepalen wat wij zien. Dus om goed te begrijpen wat de sociale media doen, moeten we ook kijken, moet er een risicoanalyse komen. En als die risicoanalyse zegt, ik wil niet bijdragen aan de verspreiding van nepnieuws, aan de verspreiding van haatberichten, aan de verspreiding van samensweringstheorieën, zullen de algoritmes moeten worden aangepast. Dus dat is een van de belangrijke elementen waar ik heel blij mee ben in de Digital Service Act. Tweede debat wat wij hebben gehad was over het gebruik van persoonlijke data. Ik heb een coalitie geïnitieerd van parlementariërs en NGO's. Organisaties die waarbij we eigenlijk wilden om die gepersonaliseerde advertenties volledig uit te bannen. Geen gebruik meer van persoonlijke data. Ook niet alleen om onze privacy te beschermen, want mensen weten niet wat weten nu niet wanneer ze ja klikken. Ik ben een beetje een nerd, dus ik klik af en toe als door bij de cookies. Maar ook mij overkomt het wel eens dat ik denk, ja, doe maar. Ik moet nu even door. Ik wil dit nu even zien. Dus dat is te ingewikkeld. Dus mensen klikken ja zonder dat ze weten waar ze ja tegen zeggen. Wat ook heel moeilijk is. Omdat het heel onduidelijk is waar de data mee gebeuren. Maar ik wilde niet alleen die persoonlijke data, dus vanuit privacy, van het bescherming van het individu, dat verbieden. Maar ook om te zorgen dat die positie van die bedrijven, die gebaseerd is op het gebruik van persoonlijke data, die advertenties, om daar proberen het mes te zetten in het verdienmodel. Dat was ook het breken van macht van Big Tech. Dat is voor een deel gelukt en voor een deel ook niet. En dan zeg ik nog even een laatste zin daarover. Wat er gebeurde. Dus wij hebben inderdaad beperkingen op het gebruik van persoonlijke data voor elkaar gekregen. Deze coalitie. Mag niet gericht zijn op minderjarigen. Mag niet gebruik maken van gevoelige persoonlijke data, zoals gezondheid, politieke overtuiging, levensbeschouwing. Dus dat is voor een deel geluk. Ik denk dat het echt wel een deuk is in het verdienmodel van Big Tech, dus dat het bijdraagt. Maar het is nog niet voldoende, denk ik, want dat heeft te maken met die dominantie. Die moet worden doorbroken. Herinneren, 50 cent van elke euro gaat naar Google en Facebook. Dat is een van de onderliggende problemen. Dat duidt op marktdominantie. Het probleem was dat Google en Facebook en anderen zeiden, wij zijn goed voor het midden- en kleinbedrijf. Dus er was ook een campagne, ze riepen zich op, deze grootste bedrijven, de grootste winstgevende bedrijven ter wereld, riepen zich op.
Maar wij zijn de kampioen van midden- en kleinbedrijf. Dat is eigenlijk wel heel wonderlijk, hè, als je daarover nadenkt. En in Nederland had je dan het bedrijfje Hart voor Wijn. Dat verzorgt wijncursussen, weet ik inmiddels. In Italië hadden ze een opticien gekozen. En wij zijn dus gebombardeerd, ook als Europarlementariërs en assistenten, of via Twitter met deze advertenties. Maar het punt was, hun verhaal sloeg voor een deel aan. Ik heb Margrethe Vestager, de eurocommissaris, horen zeggen, ja, maar persoonlijke advertenties zijn ook goed, want dat is goed voor het midden- en kleinbedrijf. Ik heb toen onmiddellijk mijn vinger opgestoken, mevrouw, je vertelt nu het verhaal van Facebook. Dat begreep ze donders goed, dus ze probeerde weer terug te komen op haar woorden. Maar het laat zien dat het verhaal van hun ook echt geland was. En dat vertel ik ook nog even, want een van de manieren waarop deze bedrijven lobby hebben gevoerd is door neporganisaties op te richten die zogenaamd het midden- en kleinbedrijf vertegenwoordigen, maar feitelijk betaald werden door Google en Facebook, over lobby gesproken. Maar goed, om af te sluiten, dit is de opening van het gesprek. Straks voor Frederik gaat door en dan gaan we met elkaar in gesprek. Gisteren is de Digital Markets Act gepubliceerd in het EU-staatsblad, een soort staatscourant van Europa, zeg maar. En over 9 dagen treedt die in werking. En dat gaat voor een deel stapsgewijs. De Digital Service Act komt daarna, want dat zijn eigenlijk 2 zusterwetten. En toch een belangrijk ding, daar is het toezicht echt anders georganiseerd dan bij de AVG of de GDPR. Het is veel Europese geworden. En dat Europese tegenwicht heb je ook nodig tegen die grote Amerikaanse big tech. Dank jullie wel. Goedenavond. Ah, hier is een klokje, dat is handig. We zitten dus met die big tech bedrijven, tot nu toe vooral uit de Verenigde Staten, maar in China zitten er ook een paar grote, die zullen ook steeds invloedrijker worden. En het tegenwicht, er ligt nogal wat druk op de schouders van het Europees Parlement, want het tegenwicht gaat niet uit de Verenigde Staten komen, daar lukt het eigenlijk sowieso niet goed meer om wetgeving aan te nemen. In China hebben ze andere waarden. Dus het tegenwicht zal uit de Europese Unie moeten komen. En dat lukt soms best wel goed. De GDPR is een vreselijk ingewikkeld stuk wetgeving. Het is toch knap. Met onder enorme lobbydruk is er eigenlijk een ongelooflijk goed stuk uitgekomen na 4 jaar. En de GDPR was trouwens de opvolger van een voorganger, de Data Protection Directive, richtlijn persoonsgegevens uit 1995. En die is in zo'n 120 landen inmiddels gekopieerd eigenlijk, de kernideeën. Dus ongelooflijk invloedrijk. En ik heb ook wel eens, als ik met een probleem zat, van hoe moeten we dit specifieke juridische probleem aanpakken, en ik overlegde met een Japanse hoogleraar, mensenrechten en tech, van hoe pakken jullie dat nou aan? Toen keek ze me aan, ja, we wachten op Brussel en dan doen we dat na natuurlijk. Dus er ligt echt wel een zware druk op de EU. En die pakken dat ook heel ambitieus aan. Dit bijvoorbeeld is die Digital Services Act, een stevig pak papier, zoals u ziet. En dit is een soort opvolger van de zogeheten e-commerce richtlijn. En die was in 2000 aangenomen, dus de onderhandelingen daarvan begonnen midden, eind jaren 90. En dat was eigenlijk ook een heel goed stuk wetgeving, vond praktisch alle academici toen, en ik ook. En die zei eigenlijk, dit was een beetje, midden, eind jaren 90 begonnen die onderhandelingen te lopen. En toen was het idee van, het World Wide Web is goed voor vrijheid van meningsuiting, mensen kunnen bloggen en zo. Ook goed voor commerce. Dat vindt de Europese Unie ook belangrijk. En toen was het idee, kort samengevat, van ja, er zijn hostingbedrijven nodig voor het World Wide Web. Maar zonder wetgeving, dan worden die verantwoordelijk gehouden als er een keer op een website een illegale kopie van een Hollywoodfilm staat of zo. En dan dacht de Europese Unie van, nou, dan durft niemand een hostingbedrijf op te richten. Of als ze opgericht worden, dan worden ze failliet geprocedeerd. Dus daar moeten we iets op bedenken. En dat deden ze. Het is allemaal redelijk juridisch, technisch en ingewikkeld, maar het komt erop neer, de e-commerce richtlijn zei, eigenlijk hosts zijn helemaal niet verantwoordelijk voor wat ze opslaan. Ook wel logisch, want iemand huurt een host om een website op te slaan.
Behalve als ze gewaarschuwd worden, zegt er gebeurt iets illegaals daar. En dan moeten ze het weghalen als die waarschuwing overtuigend is. Bijvoorbeeld omdat je een rechterlijk vonnis kan scannen en sturen. Of toen nog dachten ze ook aan faxen. Dat leek heel verstandig. Maar wat niemand had voorzien was, dat je, toen kreeg je de YouTubes en de Facebooks van deze wereld. En die zeiden, met recht ook wel, van joh, ja, wat zijn wij? Wij slaan dingen op, we slaan content op, foto's en memes. Dus wij zijn hosts en dus zijn we nergens voor verantwoordelijk. En omdat die e-commerce richtlijn zo oud was, was er niet een andere categorie waar ze in pasten. Dus die hebben ook heel wat rechtszaken gewonnen. En rechters die gaven ze wel af en toe iets meer verantwoordelijkheid. Van ja, ja, maar zo passief ben je nou ook weer niet. Maar goed, inmiddels hadden we natuurlijk wel door van dat is wel een beetje makkelijk. Als je tientallen miljarden omzet per jaar hebt. Nee, sterker nog, tientallen miljarden winst per jaar. En dan zeggen van, joh, ik ben een host, ik ben niet verantwoordelijk voor wat voor hate speech en copyright inbreuk makend materiaal er allemaal hier gebeurt. Dat was wat te makkelijk. En dat begonnen ook academici en natuurlijk slachtoffers van hate speech en zo, die begonnen dat steeds ongemakkelijker te vinden. En dat is een van de dingen die de DSA probeert aan te pakken. Het is dik en juridisch technisch ingewikkeld, maar samenvattend, er is nog steeds hosts, klassieke hosting providers, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Als je gewoon voor iemand een website opslaat, dan zijn ze niet verantwoordelijk totdat je waarschuwt van zeg, je host de Pirate Bay of zo. En dan voor platforms en voor very large online platforms, in Brussel noemen ze dat de VLOPs, gelden er zwaardere verantwoordelijkheden, veel meer. En dat is ook wel, die zijn gedefinieerd zeg maar als je meer dan 45 miljoen gebruikers hebt. Dus het komt er eigenlijk op neer, Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, TikTok, als je in die hoek zit, dan is er opeens, zijn er heel veel verantwoordelijkheden. En dat lijkt me een heel verstandige aanpak. Bijvoorbeeld moet transparantie geboden worden omtrent algoritmes inderdaad, die zeg maar je newsfeeds organiseren. Ook ze moeten spontaan, zonder daar opgeroepen toe te worden, ze moeten, ja, dus de wet roept ze dus op, maar ze moeten zelf in de gaten houden van zeg, gebeuren er dingen zoals grootschalige nepinformatiecampagnes of manipulatie van verkiezingen door Cambridge Analytica-achtige bedrijven. Ze moeten dat zelf actief in de gaten houden, anders dan dus onder het oude e-commerce regime. En toezichthouders waarschuwen als ze denken van hey, hier gebeurt wat riskants. En zelf die risico's ook tegengaan door berichten weg te halen of verder naar beneden te duwen in je newsfeed of zo. Allemaal heel verstandig volgens mij. Ook, daar zullen ze echt van balen, worden zeg maar die grote platforms verplicht om allerlei data over wat er intern gebeurt aan de achterkant, wat wij niet zien als gebruikers, moet met de Europese Commissie gedeeld worden, die dan kan kijken van wat gebeurt er nou precies. En dan staan er ook weer allemaal artikelen in terecht die de Europese Commissie allemaal hele strenge geheimhoudingseisen oplegt en zo. En, heel leuk voor ons aan de universiteiten, via de nationale toezichthouder, in Nederland wordt het waarschijnlijk de autoriteit consumentenmarkt, zeg maar consumentenbeschermingsautoriteit, kun je aangewezen worden als zeg maar goedgekeurd onderzoeker en kun je ook toegang krijgen tot die data. Maar zelfs als je die status niet krijgt, dit wordt ook heel interessant, die grote platforms worden verplicht om alle advertenties die ze laten zien, om die in een repository, zeg maar een online register, moeten ze die allemaal open en bloot laten zien en erbij zetten wie heeft betaald, waarvoor wat wordt geadverteerd en op wat voor kenmerken worden die op bepaalde mensen gericht. Dus gaat het alleen maar over vrouwen die van yoga houden, maar niet vegetarisch zijn en in centrum Nijmegen wonen, maar ook allerlei andere. Nou, gewoon alle targeting criteria, dus criteria om advertenties aan bepaalde mensen te laten zien, moeten daarbij opgenomen worden. Dat is hartstikke interessant voor onderzoek. Als je onderzoek wil doen van, ja, worden er mensen gemanipuleerd? En wat voor politieke advertenties worden er nu getoond en zo. Want door al die personalisatie
zijn bijvoorbeeld politieke advertentiecampagnes veel moeilijker te onderzoeken dan zeg 15 jaar geleden. Omdat iedereen dezelfde VVD en PvdA advertenties zag. Maar nu weten wij eigenlijk niet wat voor advertenties anderen te zien krijgen. Dus complimenten aan het Europees Parlement en de Europese Commissie. Een heel ambitieus en belangrijk stuk. Dus afwachten altijd een beetje hoe het uitpakt in de praktijk. Niet omdat de Europese Unie dom is, maar omdat ze zo progressief zijn en eigenlijk niet inspiratie kunnen putten uit. Niet zulke nuttige inspiratie kunnen putten uit wat gebeurt er in de Verenigde Staten of wat, hoe reguleren ze dat in Azië. We lopen echt voorop daarin. En het is heel moeilijk om zo'n snel ontwikkelende economie en technologie om dat te reguleren. Maar ik ben ook wel eens veel kritischer hoor. De AI Act, een ander EU-voorstel, is heel goed bedoeld, maar er zitten echt hele serieuze weeffouten in. Maar dit is echt een hele goede poging. Ik heb niet echt blunders nog tegengekomen. Maar we moeten een beetje aanzien hoe het uitpakt. En even kijken, misschien na 15 of 20 jaar is er weer een herziening nodig. Dat is allemaal normaal met snel ontwikkelende technologie. Ander pakket wetgeving wordt iedere e-privacy-richtlijn wordt iedere 7 jaar herzien. Zo gaat dat. Maar ik ben erg onder de indruk. Dus, een van de belangrijkste boodschappen is grote platforms, de bekende big tech bedrijven, krijgen veel meer verantwoordelijkheid. Daar kunnen ze ook voor worden aangesproken met boetes die tot 6% van de wereldwijde omzet lopen. En dat moet zelfs indruk maken op Silicon Valley bedrijven. En op TikTok is Chinees, hè? Ja. Op andere grote bedrijven. Want, ik schaam me een beetje als Nederlander, maar via Ierland, de Amsterdamse Zuidas en de Cayman-eilanden zo zijn ze heel goed in winst verstoppen. Maar dat helpt wel tegen belastingbetalen, maar helpt niet tegen DSH-boetes, want die wordt over de omzet berekend. Dus zelfs als je al je winst verstopt, de boetes kunnen berekend worden, 6% van je omzet. Dat is serieus als je Google, maar ik geloof af en toe 50 miljard winst per jaar bijvoorbeeld. Nou, dat zijn serieuze bedragen. Ik ben onder de indruk, het is een belangrijke stap om Big Tech wat aan banden te leggen. Het is geen silver bullet, dus het is niet in één keer opgelost, maar ja, we blijven stapje voor stapje blijven we bijleren en beter reguleren. Maar dit is echt vergeleken. Ja, het loopt voor in de wereld. Echt een hele goede, belangrijke poging. En het zou me niks verbazen als dit net zo invloedrijk wordt als de AVG, de GDPR, die Europese privacywet. En ik kijk uit naar uw vragen en naar opmerkingen van mijn medesprekers. Dus ik hou het hierbij. Dank u wel. Bouwen. Oh. Even wat lagere stoeltjes of tafeltjes neerzetten en dan mogen wij plaatsnemen. Nodig ik jullie nu uit om met mij mee te gaan naar het podium. Sorry, Sarah. Backup. Ja, neem plaats. Pak ik deze. Ja, hartstikke bedankt allemaal voor jullie mooie inleidende verhalen, mooie diepgang. Ik heb heel veel gehoord, heel veel context gehoord over die macht die Big Tech nou heeft om onze aandacht in jouw woorden te grijpen en vast te houden. Heel veel moois gehoord over hoe de DSA dat probeert wat aan banden te leggen. Laat ik bij jou beginnen, Paul. Ik begrijp dat je betrokken bent geweest bij de DSA. Nou, wat zit er nou in de DSA waar je het meest trots op bent? Waarvan je denkt, dit is iets waar we echt op voort kunnen bouwen.
Ik moet wel lachen als je dat vraagt, omdat ik tegelijkertijd ook wel... je probeert als politicus, heb je resultaat voor ogen. En je weet ook, in de onderhandelingen ga je niet alles binnengaan. En op het moment dat je die vraag stelt, denk ik ook aan wat ik allemaal niet heb binnengehaald en wat er nog wel moet gebeuren. Dus het gevecht gaat in die zin gewoon, door. Maar dat Frederik ook heel goed heeft uitgelegd, daar probeer ik al aan te geven bij die risk assessment. Er komen veel meer verantwoordelijkheden voor de grote platformen. En dat is een verschil. Ja. Ze hadden eerst alle vrijheid. Nee, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud. En in zekere zin is dat nog wel overeind gebleven. Ze zijn niet verantwoordelijk voor elke tweet of elke post. Maar ze hebben wel de opdracht gekregen om een aantal maatschappelijke doelstellingen die ze zelf onderschrijven, om die na te streven. Als ze zelf zeggen, we willen geen nepnieuws verspreiden, moeten ze ook dat zorgen dat hun algoritme er ook voor zorgt dat ze geen nepnieuws verspreiden. Dat hoef je niet bijvoorbeeld door Donald Trump van Twitter af te gooien. Dat kan je ook doen door Donald Trump gewoon heel laag te zetten, zodat het niet opvalt. Mm. Dus daar zijn verschillende manieren voor. Maar dat vind ik zelf ben ik heel benieuwd ook naar. Ook omdat die algoritmes op dit moment inderdaad ook nog een black box zijn. Misschien ook nog wel voor een deel voor de big tech bedrijven. Ik moest laatst ook wel weer een beetje grinniken toen ik een getuigenverslag las van een aantal Facebook engineers. En ik zeg, ja, we weten eigenlijk niet zo goed waar de data staan, om je te zeggen. Dat is eigenlijk een betoog bij een Amerikaanse rechtbank. Dus hun systemen zijn zo complex geworden. Ze hebben heel veel persoonlijke data. Maar als je ze moet gaan zoeken, dan moeten ze zelf ook al die bestanden bij wijze van spreken gaan nalopen. Dus het kan zijn dat het techbedrijf het ook niet helemaal begrijpt, maar dit is echt heel hard nodig om hier de verandering in te brengen. Mag ik daar eens één ding toevoegen wat ik heel graag gewild zou hebben, maar wat niet gelukt is? Kijk, met deze wetgeving in de hand konden we deze bedrijven niet opbreken. Het is geen... Dus niet in stukjes hakken. Stukjes wat hakken, minder machtig te doen. Je hebt Elizabeth Warren zei, break them up. Nou, daar heb ik wel sympathie voor. Dat kunnen we niet. Met deze wetgeving. Maar wat we wel kunnen doen is openbreken. Dus niet opbreken, maar openbreken. En het idee daarachter was... Wat is het verschil daartussen? Nou, het verschil is dat je eigenlijk... Kijk, nu bepaalt Facebook wat je te zien krijgt. Of Twitter bepaalt wat je te zien krijgt. Maar neem nou even de analogie met de krant. Ik kan kiezen uit de Volkskrant, de Trouw, de Telegraaf. En ik weet welke kleur ze vertegenwoordigen. Ik weet wat ik kan verwachten daarvan. Maar ik kan er ook tussen kiezen. Ik kan ook boos je abonnement opzeggen om dat en naar een andere krant gaan. En hetzelfde geldt bij on-Nederlandse omroepen. Dat was maar ook mijn ideaal eigenlijk bij de sociale media. We hebben nu eigenlijk drie aanbieders. Twitter, Facebook en YouTube. En daarbinnen zou het eigenlijk mogelijk moeten zijn om andere aanbieders te krijgen. Dat je bij wijze van spreken een Volkskrant tijdlijn krijgt op Facebook. De redactie van de Volkskrant bepaalt op basis van jouw persoonlijke vrienden en andere informatie wat jouw tijdlijn zou moeten zijn. Dat was eigenlijk een van mijn idealen. Want daarmee meer diversiteit. Veel meer. Dus we hebben in de traditionele media al uitgezocht naar pluriformiteit en onafhankelijkheid. En dat zijn we helemaal uit het oog verloren bij de sociale media. Het is niet onafhankelijk, het is commercieel. Het is niet pluriform, want er zijn er maar drie. Ja. Of vier met TikTok erbij. Dat zou mooi geweest zijn, maar dat ligt nu in ieder geval... Ja, nee, maar even aan te geven wat het belang daarvan is. Dat is dat we daar ook nog niet klaar mee zijn. En Bernd, als ik even naar jou mag gaan. Paul noemt de grotere verantwoordelijkheid die nu komt te liggen bij grote platforms. Staat dat haaks op wat jij vertelde over de vrijheid? Waar het internet toch uiteindelijk over ging, ooit... Of is dat er eigenlijk wel mee te rijmen? Ja, dat is een goede vraag. Er zit natuurlijk iets paradoxaals in. Dat we het hebben over de macht van big tech. En dan formaliseren we dat eigenlijk door ze bepaalde verantwoordelijkheden te geven. Ja. With great power comes great responsibility. Maar misschien ook andersom dan. Ja, precies. Ja, dat is een goede vraag. En dat is in het bijzonder denk ik ook misschien wel een probleem als het gaat over de inhoudelijke beoordeling van wanneer iets misinformatie is of zo. In hoeverre krijgen ze daar ruimte in? Dat is voor mij niet helemaal duidelijk. Ik heb wel eens gehoord dat er ook bewegingen zijn die zeggen we moeten het gewoon helemaal nationaliseren. Op het moment dat ze een publieke taak vervullen, dan is dat een kwestie van dat moeten wij als samenleving dan zelf in de hand hebben. Nou, dat gaat natuurlijk heel ver. Ik kan me voorstellen dat er ook nog een tussenweg is dan. En dan zeggen nou dan, we geven ze een publieke taak, maken ze daarvoor verantwoordelijk. Dan worden het zeker misschien wel een soort nutsbedrijven die we dan ook op die manier zouden moeten reguleren. En ik denk dat de DSA dan een goede stap is. En
dat we misschien wel verder zouden moeten kunnen. Ja, of de analogie nemen, maar als ik even mag. Kijk, als je kijkt naar traditionele media, was het helemaal niet zo raar om te zorgen voor onafhankelijkheid. In Nederland, je hebt het BBC-model voor omroepen. In Nederland had je natuurlijk anders het verzuilde stelsel. Maar er waren wel inderdaad publieke aanbieders op deze markt. Ja. En dat is eigenlijk wat nu ontbreekt. Het zijn alleen maar commerciële partijen. En bij de traditionele media hebben we dat eigenlijk nooit toegestaan. Nooit gedacht dat commercie een doorslaggevende invloed mogen hebben. Dus ik vind dat idee vind ik wel logisch. Daarom zeg ik, als je toegang zou krijgen tot de tijdlijn, zou je ook een publieke tijdlijn kunnen maken. Of tijdlijn met onafhankelijke redactie. Ja. En dan kom je dicht in de buurt. En ik denk dat de kwaliteit van de sociale media echt zou verhogen. Ja, want als ik het zo begrijp nu, is het idee om de macht van Big Tech wat minder groot te maken, of in ieder geval ze wat meer op die verantwoordelijkheid te wijzen, is het idee daarachter om nepnieuws en desinformatie wat meer tegen te gaan, zodat ze echt dat je ze eraan kunt houden, van je moet dit weghalen, dit is schadelijk. Frederik, hoe kijk je daar als jurist naar? Toch wel die paradox van het vergroten van verantwoordelijkheid om de macht te verkleinen. Ja, ik weet niet of het doel is hun macht te verkleinen, gewoon de maatschappij tegen gevaar te beschermen. En ik snap je intuïtie, het voelt een beetje gek, van nu leggen we toch weer heel veel macht aan hun, terwijl zou dat niet de staat of democratisch moeten gebeuren of zo. Aan de andere kant, als je even uitzoomt, dan realiseer je, we hadden die macht al, maar nu zegt de Digital Services Act van, we realiseren dat je die macht hebt en wij verplichten je nu om te denken aan vrijheid van meningsuiting, van de mensen wiens post verwijderd worden, aan privacy, van de mensen die zwart gemaakt worden of die het slachtoffer zijn van wraakporno, et cetera. Dus eigenlijk is het meer, misschien wel helaas, maar goed, de wetgever realiseert dat ze veel macht heeft, maar zegt nu verplichten we je om je verantwoordelijkheid te nemen. En ze moeten ook jaarlijks rapporteren wat ze doen aan contentmoderatie, dus zeg maar aan het schoonhouden, of tenminste netjes houden van hun platforms. Mm-hmm. En wat ze doen aan hoe ze feeds sorteren en zo. Dus ik denk niet dat het juiste beeld is. We geven ze verantwoordelijkheid die ze nog niet hadden. Ze hadden die macht al. Alleen nu zeggen we met boetedreiging van je moet die uitoefenen met respect voor de maatschappij en met respect voor mensenrechten. Ja, laat ik het dan zo stellen. Klopt het beeld dat, zo lijkt het nu een beetje, dat die verantwoordelijkheid ook gaat over bepalen wat er desinformatie is? En wat valt onder hate speech? Wie bepaalt dat nu? Welke informatie wel en niet door de beugel kan? Even kijken. Nou, de Digital Services Act zegt, je moet je platform inrichten op een manier dat voldoet aan de mensenrechten eisen van Europa. En dan, nu wordt het heel snel heel juridisch, maar we hebben allemaal grondrecht op vrijheid van meningsuiting en op grondrecht op informatie krijgen. En hoe dat dan precies is ingevuld, dat gebeurt door mensenrechtenhoven. Die zeggen van, dit kan net wel door de beugel, maar af en toe, ja, moet je ook wel wat informatie tegenkomen. Niet alles waar mensen boos van worden is meteen hate speech en verboden. Dus dat is een heel moeilijke balans. En toch verwachten we van die bedrijven, die moeten zich daar ook aan houden. Maar er wordt ook geaccepteerd, en ik denk ook wel terecht hoor, dat je kan ook als bedrijf kiezen van, ik ga bijvoorbeeld een heel preuts netwerk runnen. Als je dat wil, doen ze voor een deel wel. Dan mag dat ook. Dus het is niet dat we ze helemaal opleggen van wat ze moeten toestaan en niet. Nee, precies, want als je Truth Social heet, dat is het netwerk van Donald Trump. Ik denk dat het voornamelijk Amerikaans is, zou dat ze in Europa zijn intrede doen. Ik denk dat het de vrijheid heeft om een ander beleid te hebben dan Facebook of Twitter. Ja. En dat werkt eigenlijk alleen maar als je voldoende pluriformiteit in je aanbod hebt. Dus daarom is dat zo belangrijk. Want kijk, het is één ding als dus ik stel me zo voor, je hebt 10 vormen van Twitter, waarbij eentje komt nog Trump, Donald Trump ervoor, de andere 9 hebben dat geweigerd. Dat is ook een manier om met die vrijheid van meningsuiting om te gaan. Dat betekent niet dat het door iedereen verspreid hoeft te worden. En jullie hadden het over, ik weet even niet meer precies wie het erover had. Ja. Iemand noemde dat de DSA ook een belangrijke clausule heeft over gepersonaliseerde advertenties. En dat de strenge regels daarom
daaromheen nu ook gaan over. Je mag bijvoorbeeld niet meer minderjarigen targeten met gepersonaliseerde advertenties. Die grens wordt daar nu getrokken. Je mag niet meer gebruik maken van gevoelige informatie om daar je op te baseren. En dan vraag ik me wel af, waarom wordt die grens gelegd bij minderjarigen? Waarom vinden we het wel oké om dat bij volwassenen te doen, om data te pakken? Of vinden we dat misschien helemaal niet oké? Dit is ook een politieke uitkomst. Dus net zoals midden- en kleinbedrijf de troeteldieren zijn van politici, zullen politici ook altijd in de bres springen voor de bescherming van minderjarigen. Dus het is makkelijk om daar een meerderheid voor te krijgen. Sorry, dat zo werkt politiek ook. dus het was niet heel, ik denk dat het heel filosofisch was. Je zou kunnen zeggen, dit zijn de mensen op een leeftijd die nog heel beïnvloedbaar zijn. Mm-hmm. En dat zou het traditionele argument zijn. Ik denk dat het ook opgaat. Je wil graag niet dat juist deze mensen met gepersonaliseerde advertenties heel sterk worden beïnvloed. En dat valt ook veel. Ik gaf net het voorbeeld van TikTok. Dus die persoonlijke informatie kan je ook leiden tot wat bij YouTube fabeltjes vaak werd genoemd. Je kan echt worden gezogen in een stroom van video's die een hele negatieve invloed op ze heeft. Nou, daar wil je minderjarigen echt wel tegen beschermen. Maar ik kreeg ook in alle eerlijkheid, dit was ook een manier om te zorgen dat daar was in ieder geval een meerderheid voor. Want dit was een van de verhitte debatten in het Europees Parlement. Waarbij een zegt van we willen eigenlijk zo min mogelijk persoonlijke data. En de andere zeggen ja, maar bedrijven moeten ook kunnen ondernemen. Ja. Zo ongeveer die gebruikelijke tegenstelling. En daarom hebben wij gekozen uiteindelijk om een compromis te vinden, wat ik naar de GDPR-route noem. Want dit is eigenlijk wat al in de GDPR is vastgelegd. Alleen we hopen dat het dit keer ook wordt gehandhaafd, omdat het toezicht op Europees niveau plaatsvindt in de handen ligt van de Europese Commissie. Ja, ik kom zo op de handhaving, want dat is ook nog een heel interessant punt. Maar ik kan toch niet laten om even nog verder te gaan op dat idee van die persoonlijke advertenties. Wat mij doet de aanpassing die nu in de DSA wordt gemaakt, die denk ik heel mooi is, ambitieus is, doet mij een beetje denken aan de situatie dat je op straat wordt gevolgd door iemand met een camera. Dat die persoon vervolgens tegen je zegt, oh, maar wees niet bang, ik doe niks met de beelden van jou op de wc. En ik doe ook niks met de beelden van je kinderen. Ik heb de beelden wel, maar ik zal er niks mee doen, geloof me. Dus is die aanpassing die de DSA nu doet, gaat dat niet te veel mee in dat verdienmodel wat Big Tech al aanhangt, al heel lang, wat eigenlijk helemaal niet democratisch besloten is? Tenminste, daar ga ik nu vanuit dat niet gebeurd is. Misschien kun jij daar iets over zeggen. Kun je daar als politiek filosoof iets van maken, van wat hier gebeurt? Dit is denk ik precies zo'n voorbeeld waar je goed kan zien dat vrijheid meer is dan alleen maar het niet hebben van een bepaalde beperking. Dat vertaalt zich in dit geval denk ik ook heel goed naar het idee dat het heel absurd is om te doen alsof je met het voorkomen van een beperking alles dichtgezet hebt. Het feit dat de macht daar is, dat bepaalde organisaties in staat zijn om mensen tot op dat niveau te volgen, aan zich zou al een probleem kunnen zijn voor vrijheid. En in die zin, ik begrijp dat het politiek natuurlijk ingewikkeld is vooruit krijgen. In die zin denk ik wel dat het ideaal zou zijn dat soort regels ook geëxtrapoleerd zouden zijn naar het tracken van mensen door hun leven heen in online omgevingen. Ja, absoluut. En er komt natuurlijk bij, kinderen zijn een bijzonder zwakke groep die bescherming nodig heeft in die zin. Ik denk ook wel dat we soms te veel verwachten van burgers in dat kader. Die kunnen soms denk ik ook wel eens wat meer bescherming gebruiken. Ja, ja. Ja, kun jij, ik zag jou heel erg knikken. Is dit überhaupt haalbaar om dat wat strenger te maken, dat het daadwerkelijk dat verdienmodel bevraagt? Of is dit zo ingesleten in de manier waarop het internet nu werkt, dat we er eigenlijk niet meer omheen kunnen, dat het een gebaand pad is?
Nou nee, dat even kijken. De wet moet de markt vormen en niet andersom. Maar we zijn wel niet te laat, maar wel laat hoor. Maar op zich, kijk, we hebben na de industriële revolutie had je ook hartstikke onveilige fabrieken en kinderen die werkten in fabrieken. Mm-hmm. En veel te lange werkdagen en mensen die 7 dagen per week werkten en zo. Toen hebben we ongelooflijke hoeveelheid wetgeving moeten bouwen. Soms meer succesvol. De veiligheid in fabrieken in Europa is redelijk goed. Consumenten, even kijken. Producten die we kopen zijn veilig, dus dat is allemaal gelukt. Mm-hmm. Milieuwetgeving is wat minder succesvol geweest. Maar ik bedoel, dat iets eerst misgaat en dat je dan reguleert, is geen reden om te wanhopen. Nee, en ik moet ook optimistisch blijven. Maar eigenlijk, als die privacyregels uit 1995, als die goed gehandhaafd waren, dan had Big Tech nooit zo groot kunnen worden. Want wat er nu gebeurt, en we versimpelden een beetje, ik ook, maar wat er nu op het internet gebeurt, qua volgen en advertenties richten, dat is op geen enkele manier in overeenstemming te brengen met AVG. Het is allemaal nog veel gekker dan je denkt. Als je een website bezoekt, als je nu.nl of The Guardian bezoekt, dan is niet die website die je volgt. Aan de achterkant zijn er 30, soms 60 partijen die je vanaf dat moment volgen. Er vindt een automatische veiling plaats binnen milliseconden waarin er wordt beslist wie kan er een advertentie aan je tonen, wie kan je verder volgen. Je gegevens vliegen alle kanten op. Nou, dat vanaf je bezoek aan een website wordt de AVG op tientallen manieren geschonden. Dus er is echt een enorm gat op handhaving. Zijn we toch bij de handhaving inderdaad? Mag ik nog even, want dit is wel sowieso, ik heb hetzelfde probleem als Frederik. Voor mij staat zelfs in mijn functiebeschrijving, ik ben optimist, want anders kan ik mijn werk als politicus niet doen. Dus ik denk dat je dat kan veranderen. Er is één element wat onderdeel is van het compromis, wat ik wel interessant vind. Hè. Er moet duidelijke toestemming worden gegeven of je wel of niet gevolgd mag worden. Dat moet wel vorm krijgen, daar ben ik er wat voorzichtig mee. Maar dat is wel de opdracht voor de Europese Commissie. Waarom is dat relevant? Er is ook een enorme ruzie uitgebroken tussen de big tech bedrijven, tussen Apple en Facebook. Als je kijkt naar het verdienmodel van Facebook was 98% advertenties. Apple heeft 98? Geen 98% is, van de inkomsten is advertenties. Apple heeft geen advertenties. Zij verdienen met kekke telefoontjes. Ja. En de App Store. Ja, dus de enorme ruzie tussen EA, het gamebedrijf voor Fortnite en Apple. Dat heeft te maken met de marge op die Apple vraagt op de App Store. Dus Apple heeft zichzelf opgeworpen als wij zijn er voor je privacy. Overigens, dat is ook de reden dat ik ben geswitcht van Android naar iOS. Apple. Ik weet niet of het werkt, maar ik kan het nog proberen. Dus ik ben ervoor gevallen. Geef toe, maar dat laat zien dat Apple heeft daarvoor gekozen. Je kunt worden gevolgd of niet. Ja. Dat gaat per app. En Facebook was daar enorm boos over. Enorm boos over. En knallende ruzie geweest. De aandelenkoers van Facebook ging ook omlaag. En de reden, en daarom zeg ik ook even, want Facebook weet dat als je mensen een oprechte keuze geeft, dat mensen denken van, ik wil niet gevolgd worden. Dus net wat jij beschrijft, als je het op straat voortdurend door een camera gevolgd zou worden, zou je in de Truman Show wanen en dan zou je toch een heel beklemmend gevoel hebben. Nou, dat hebben mensen eigenlijk ook op het internet. Ze willen helemaal niet gevolgd worden. Dus als je een eerlijke keuze kan voorleggen, dan denk ik dat 80% denkt, laat maar. Dat zou een enorme verandering zijn. Ja. Ja, dat gaan we zo dadelijk snel naar de vragen in de zaal. Maar ik wil toch even nog kort vragen naar die handhaving. Want hoe gaan we dat dit keer dan doen? Als het bij de vorige poging wat is achtergebleven, die handhaving. Gaat de AVG daarop in? Hoe dat er dit keer uit gaat zien? Nou, wat er in de AVG ten dele misgaat, is we moeten ook niet te streng zijn trouwens, want hij in juridische termen geldt pas 4 jaar. Dus het is gewoonlijk niet dat als een wet 4 jaar geldt, dat je dan al duizenden jaren is diefstal verboden, maar fietsen worden de hele tijd gestolen. Dus de wet kan ook niet alles oplossen. Maar een groot probleem in de AVG is dat er is afgesproken, en dat leek wel slim op papier, dat één toezichthouder in Europa neemt het voortouw. Het probleem is dat techbedrijven die hebben
vestigen zich niet alleen officieel met in Ierland om belasting te ontduiken, maar ook omdat ze weten dat de Ierse privacy toezichthouder, die doet hun werk, ik wilde zeggen niet, maar ze hebben laatst wel een boete uitgedeeld, dus doet hun werk amper. Die zijn gewoon heel business friendly. En die nieuwe Digital Services Act, die probeert dat op te lossen, heel verstandig denk ik, door de handhaving te centraliseren in Brussel, voor een groot deel. In ieder geval voor die grote platforms, de handhaving komt direct vanuit Brussel, van de Europese Commissie. Dus wat in de AVG wel de Ireland loophole wordt genoemd, het gat in Ierland, is geprobeerd dicht te stoppen door de handhaving door de Europese Commissie te doen. Ik heb er wel goede hoop voor dat het beter gaat. Ja, want je had het over hoge boetes die dan op de loer liggen. Wie bepaalt dan? Ik kan me voorstellen dat als de partij die die boetes bepaalt, als die een belang hebben om een vestigingsklimaat te creëren wat aantrekkelijk is, dat die dan een belang hebben om die boetes laag te houden. Of wordt dat gedaan door een partij die daar los van staat, die onafhankelijk is? Nou, wat jij schetst, het cynische scenario, dat lijkt een beetje in Ierland te spelen. Maar goed, met handhaving tegen zeg maar, de grote platforms door de Europese Commissie speelt dat niet of minder. Ja. Nou ja, daar zit misschien ook alweer een risico als ik terugdenk aan jouw verhaal, Bernd. Als je te streng gaat handhaven, dat grote tech-platforms, zeker als het gaat over misinformatie, zoiets hebben van, weet je, we gaan geen enkel risico nemen. Als het ook maar enigszins riekt naar risicovolle informatie, dan halen we het weg. En wat gebeurt er dan met je vrije internetplatform? Ja, dat is een goede vraag. Ik geloof dat er in de DSA wel ook aanvechtprocedures zijn. Ja. Dus ik geloof dat je dat, als dat gebeurt, ook de strijder kan trekken tegen het besluit. Ik vermoed dat de gang naar het recht ook altijd open staat dan. Ja. Dus er zijn wel mogelijkheden voor. Misschien zou dat gestroomlijnd kunnen worden, dat door een soort van arbitrage in te richten waar je dan nog heen kan of zo. Maar het belangrijkste is dat het aanvechtbaar is dan. Als zo'n techbedrijf dat zelf kan besluiten en er is geen recourse mogelijk, dan heb je denk ik wel echt een probleem. Maar je schetst wel precies waarom je ook niet al te wild kan reguleren in dit veld. Want ook mensen hebben ook wel vrijheid van meningsuiting. Ja. En je wil ook niet dat je iemand de mond kan snoeren door een klikje, door iets aan te klikken van ja, alles waar je niet mee eens bent, klik je aan, dit is desinformatie. Ja, dat laat die moeilijke spagaat zien van de wetgever en ook van die platform zelf. Die hebben het ook niet makkelijk. Het is lastig. De speech reguleren. Ja, en tegelijkertijd, ik neem ook altijd, als iemand een brief schrijft naar een krant, verwachten we ook niet dat het gepubliceerd wordt. Nee. Ben ik dan belemmerd in mijn vrijheid van meningsuiting? Nee, ik zou denken dat de redactie de werk niet doet als al die brieven zouden publiceren. Dus je moet daar toch een keuze in maken. Weet je, dus. Maar goed. Maar nou, en even over over toezicht, wat er ook wel veranderd is. Kijk, om te corrigeren waren er ook vaak langlopende rechtszaken. Onlangs is Google weer veroordeeld omdat het de eigen zoekmachine via Android bevoordeelde. Dat zijn hele langlopende zaken met niet heel te hoge boetes. Dus een heel traag mechanisme. Dus voor een deel van de wetgeving, namelijk de Digital Market Act, die leggen vooraf regels op. Zo hoort hij zich gedragen. En die kunnen ook veel makkelijker worden gehandhaafd. En als ze overtreden worden, volgen die hoge boetes. Dus hoop ook dat het gewoon wat sneller, voor een deel sneller zal gaan dan. Dan via het Europese Hof. Ja, laten we hopen. Fingers crossed. Ja. Ja, het zou heel mooi zijn. Ik heb nog een heleboel vragen, maar als u enigszins op mij lijkt, heeft u die ook. Dus we gaan u een kans geven om de vraag te stellen. Er lopen twee collega's van mij in de zaal. Hier aan de rechterkant Roze met een microfoon en Joost met een microfoon. Heb je een vraag, steek even je hand op. Dan komt er een microfoon naar je toe. En probeer hem kort en bondig te houden, zodat er zoveel mogelijk mensen aan bod kunnen laten komen. Even kijken. Zit er iemand? Ja, Roze. Ja. Ja, hij doet het, of niet? Ja, hij doet het. Meneer de jurist, uw collega's zeggen allebei dat ze de disclaimers wegklikken. U heeft het hele pak papier voor u liggen. We zitten hier op de voormalige Katholieke Universiteit. Denkt u dat hij die DSA kan terugbrengen naar 10 simpele geboden? Hoe internet aan banden gelegd kan worden? Zelf namelijk het mbo-onderwijs. En het is inderdaad heel ingewikkeld om uit te leggen. Ja.
Meneer Tang heeft het ook over kwetsbare groepen. Die zie ik dagelijks. Ik zoek naar een vertaling naar de jeugd die ik mee kan nemen naar school. Ik moet eerlijk toegeven, nee. Maar ik weet ook niet. Ik denk ook niet dat het doel van deze wetgeving is. Net zoals, even kijken. We willen graag dat chemische fabrieken goed gereguleerd en gecontroleerd worden. En daarom durven wij veilig door de stad te fietsen en zo. Dus nee, dit is veel te ingewikkeld. Maar het is ook niet gericht aan ons consumenten. Het is gericht aan bedrijven met honderden duizenden juristen en computerwetenschappers in huis. Die het heel zwaar en moeilijk krijgen om te voldoen aan die wetten. Maar zij zijn er ook toe in staat. Dus wij, even kijken, ja. Wij gewone mensen hoeven hem eigenlijk niet samen te vatten en te lezen. Maar ik weet niet of ik uw vraag helemaal goed heb begrepen. Mag ik nog heel even, want wat mij wel altijd opvalt in deze discussies is dat het vaak heel ingewikkeld wordt gemaakt. Het is technologie, computers, veel data. Dus het wordt heel snel onoverzichtelijk daardoor. Terwijl de principes die daaronder liggen, ja, zijn eigenlijk, hè, dus daarom kom ik graag terug op de traditionele media, omdat ik zeg, ja, maar pluriformiteit en redactionele onafhankelijkheid. Ja, dat zijn gewoon principes die hebben we ooit moeten toepassen bij de radio en bij de kranten. En dat moet nu weer bij de sociale media. Dat is het eigenlijk niet. Dus die hele aloude principes, die moeten we misschien opnieuw vormgeven. Maar ze gelden nog steeds. Het andere principe is ook, je moet geen concentratie van macht hebben. Want dan wordt die macht ook gebruikt op die markt. Dat is ook een aloud principe wat we al sinds jaar en dag hanteren. Maar in dit geval vergeten zijn. Dus ik denk dat er wel, op basis van dat soort principes, het wel uitlegbaar te maken is. Ja, maar iets, ja, eenvoudig maken is altijd best, ja, veel werk, is mijn ervaring. Ja, maar je kan hem inderdaad wel ook wel samenvatten als dit herinnert techbedrijven eraan dat mensenrechten en de rest van het recht gewoon ook online geldt. Zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja. En dan de details, die ingewikkelde details, ja, dat is voor de techbedrijven zelf om op het comma niveau uit te zoeken. Andere vragen? Hier vooraan zit iemand met een bril. Ja. Daarachter ook, kom maar zo. Ja, hallo. Doet hij het? Ja. Ik heb een aantal keer pluriformiteit gehoord. We hadden het volgens mij net ook over 10 twitters, waar dan Trump wel op zou zitten en de andere 9 dan niet. Ik vraag me wel af in hoeverre dat realistisch is, omdat al deze markten eigenlijk volgens de logica van de netwerkmonopolie eindigen in één aanbieder. Ik heb zelf bewust nog eens meegemaakt dat we erachter kwamen dat Facebook eigenlijk niet zo goed voor de privacy was. En toen verscheen Google Plus ten tonele. Ik weet niet of jullie dat nog kennen, maar daar hebben we allemaal, tenminste de voorhoede, heeft toen een accountje aangemaakt. En het bleek al heel snel dat dat niet leuk was. Want hoewel het beter was voor de privacy, zat niemand op Google Plus. Dus hoe gaat die pluriformiteit, hoe gaan die 10 twitters ontstaan in deze marktlogica? Dat kan volgens mij helemaal niet. Tenzij ik het zal ik hem proberen of doe jij hem, Frederik? Ga jij? Wie wil hem oppakken? Even wat reclame maken voor Radboud Universiteit nu, want onze altijd goed collega professor Bart Jacobs, die is bezig met José van Dijk, een hoogleraar Nieuwe Media uit Utrecht. Zijn ze bezig om in ieder geval om een alternatief voor Facebook te bouwen. Niet zozeer direct met het idee van we gaan die concurrentieslag aan, maar met open source software laten zien van kijk, je kan het ook op kleinere schaal met kleinere groepen vrienden. Dus er wordt aan gewerkt. Het is nog geen oplossing, maar er wordt wel aan gewerkt en geëxperimenteerd. Maar toch snap ik je skepsis of je zorgen. Dan kun je niet stiekem naar mensen kijken die waar je geen vrienden mee hebt. Ja, nee. Dat zou net wel zo leuk zijn. Ja. Nee, maar de logica die je beschrijft is juist ingegeven door marktpartijen. Die hebben silo's gemaakt met opzet. Ja, dus Facebook bijvoorbeeld is een silo. Die kan je niet zomaar binnendringen. Je kan ook niet googelen op Facebook. Kan niet. Je kan alleen maar binnen Facebook zoeken. Waarom? Is dat omdat alle data afgeschermd worden. En er mag dus ook geen uitwisseling plaatsvinden met andere netwerken, als dat Twitter of wat dan ook is. Zo is het ingericht, juist om die positie te behouden. Het voorstel zou dan ook zijn dat je juist die silo openbreekt. En je zegt, oké, de gegevens die Facebook gebruikt om die tijdlijn samen te stellen, die het algoritme nodig heeft om die tijdlijn samen te stellen, die worden ook toegankelijk voor andere partijen. En dan wordt het interessant, want die kunnen ook
algoritmes samenstellen. Dan krijg je meerdere Facebook. Natuurlijk wil Facebook dat niet, want die raken de controle kwijt. Dat is ook wat ze absoluut niet willen. Je ziet wel hoe boos ze worden op Apple als Apple de data wil afsluiten. Laat staan als je ze geen toegang meer geeft, geen dominantie meer geeft over het algoritme. Maar het kan wel. Ik heb een hele leuke presentatie gezien van Ethan Zuckerman. Die moet ik ook nog eens uitnodigen, het Europees Parlement. Die had zijn eigen netwerkje gebouwd. En dan kon hij switchen tussen algoritmes. Hij had dus een dogs en cats algoritme. Dan krijg je alle charmante plaatjes van katten en poezen enzovoort. Maar hij had ook The Guardian algoritme, dan zoals The Guardian het was. Dat is technisch helemaal niet zo ingewikkeld. Alleen je moet wel toegang krijgen tot de data. En dat is wat Facebook toe gedwongen moet worden. Want dat is absoluut niet wat ze willen. Want daar ligt hun macht. Daar ligt hun macht. Daar ligt hun monopoliemacht. We gaan even denken naar een andere vraag. Het is een andere vraag. Er zijn meer handen, zie ik. Ik geloof dat uw vraag inmiddels misschien beantwoord is. Ja. Nou ja, die van mij gaat misschien wel door op het verdienmodel. Want alle diensten van de Big Tech die worden aangeboden, worden gratis aangeboden. En eigenlijk kopen wij door te googlen, door met Google Maps te gebruiken op Facebook te zitten. Onze ziel telkens aan de Big Tech. Is het dan niet juist aan ons consument om te gaan betalen voor diensten? Ja, ik denk dat. Ja. Kijk ook even, mag ik een ander voorbeeld? Wat mij wel opvalt is dat de markt voor streamingdiensten eigenlijk best goed werkt. Ja. En dus ik heb geen last van advertenties, want we betalen abonnement. 3 euro, 5 euro per maand of hoeveel. En dat is eigenlijk dat is het andere verdienmodel. Maar het mooie is niet alleen dat je een ander verdienmodel hebt dat niet gebaseerd is op advertentie, waardoor je indirect, maar dat er ook voldoende te kiezen is. Dus als je zegt, nou, ik heb wel genoeg van Netflix, ik ga nu naar HBO Max, dan kan dat. Dus daar werkt die markt eigenlijk goed. Dus ik zou heel erg voor zijn om dat we gaan betalen voor diensten, waardoor we ook weer een directe relatie krijgen tussen de aanbieder van die diensten en de klant. Waardoor de klant veel in een stel, de gebruiker, ik dus, in een veel sterkere positie komt. Krijg ik altijd de tegenwerping, ja, maar dat kunnen arme mensen niet betalen. Nou, als arme mensen dat niet kunnen betalen, moeten we ze gewoon meer geld geven. Dat is echt heel eenvoudig. Dan verzorgen we dat internetbudget, geven we iedereen 200 euro om internetdiensten af te nemen. Dat is niet het punt. Het punt is dat je het verdienmodel verandert en daarmee ook de werkwijze van die bedrijven. Dat is misschien ook wel mooi in jouw stuk over die vrijheid. Want dat betalen voor zo'n dienst, dat kun je zien als een soort beperking. Maar als je een idee van vrijheid hebt dat daar overheen kan, dan zou dit ook wel mooi kunnen werken inderdaad. Ja, als dat leidt tot minder arbitraire macht aan de kant van de aanbieder en tot meer controle voor de consument, dan is dat denk ik een vergroting van de vrijheid, ja. Mooi. Nu heeft die meneer een vraag, precies. Ja, dank u wel. Interessante discussie. Ik heb twee vragen. De eerste vraag is, we hebben het over het reguleren van Amerikaanse bedrijven. Wanneer staat de Europese Twitter of Google op? We hebben als Europa ooit een antwoord op bijvoorbeeld de Amerikaanse vliegtuigindustrie geformeerd. Hè, met Airbus tegenover Boeing. Dus waarom en waar blijft zeg maar de Europese tech-industrie wat dat betreft? En een tweede vraag, ik hoorde meneer Zuiderveen ergens in zijn betoog zeggen van de druk ligt op Brussel. Als er iets is, dan kijken wij naar Brussel. Maar Brussel zijn wij ook zelf. Hè? Nederland zit natuurlijk overal bij. En misschien ook een vraag, wat hebben wij nou zelf als Nederland bijvoorbeeld in die DSA ingebracht? Wat is ons, zijn daar nog Nederlandse sporen in te onderkennen? En in het algemeen, hè, vinden we niet dat we als Nederland wat meer Europa als een kans, een katalysator moeten zien, in plaats van dat we daar eigenlijk altijd reactief op zitten te wachten en te kijken of het wel goed genoeg is? En, nou ja, goed. Goeie vraag. Wie wil hem oppakken? Nee. Even kijken, waar blijft de Europese tech?
blijft achter inderdaad, onder andere door een andere tradities met investeringsvehikels en zo. Spotify is Fins origine, toch? Van origine. Dus het komt wel eens voor. En Aiden, een fintechbedrijf. Maar inderdaad, het blijft achter. Heel veel redenen, die kan ik niet allemaal noemen. Ik ken ze ook niet allemaal. Moeten we Brussel meer serieus nemen? Ja, zeker. Ik ben een grote fan van het EU-project. Wat de Nederlandse invloed was op de DSA, kunnen we beter aan Paul Tang vragen. Ja, nee, je steelt me hard door te zeggen, Europa is van ons. Daar moeten we gewoon werk van maken. Dat is precies wat ik ook vaak tegen Nederlandse politici zeg. Joh, kom, bemoei je ermee. Vertel een verhaal en vind partners daarbij. Dat is de manier waarop we met Europa moeten omgaan. Het is van ons, maak het ook van ons. Ik denk dat de Nederlandse invloed hier vrij beperkt was. Ik heb hem eigenlijk niet echt gezien. Ik denk ook niet dat er hele duidelijke ideeën waren in Den Haag, bij de ministeries, wat er zou moeten gebeuren. Ik heb me wel wat over verbaasd, om eerlijk te zijn. Ik heb ook wel eens aan de Nederlandse mededingingsautoriteit, de autoriteit consumentenmarkt, gevraagd, waarom hebben jullie geen rapport gemaakt over de advertentiemarkt? Ik kan iets vinden in het Verenigd Koninkrijk, kan iets vinden in Australië. Nederland niet, maar Duitsland heeft het ook niet gedaan en Frankrijk ook niet. Het is echt een lacune, dus vind ik wel zonde. En dat is dus wel nodig, want dat gaat weer terug naar het eerste deel van de vragen. Om even te illustreren, ik heb wel eens gesproken met ProtonMail. Dat is een Zwitsers-Europees bedrijfje. Oh, ik zie dat sommige mensen dat kennen. Ik dacht dat ik de enige was die een account had. Ik betaal. Ja, kijk, dan ben je weer verder dan ik. ProtonMail is wil dus juist zoveel mogelijk de data die je hebt afgeschermd hebben. Dat is eigenlijk de essentie. Zeg ik goed toch, hè? En de CEO van dat bedrijfje zegt, Paul, één ding, gelijk speelveld, veel meer vraag ik niet. En dus ze vragen me niet eens of joh, steun ons als alternatief, maar zorg dat die Amerikaanse big tech, dat die niet zo'n machtige positie heeft. En ze komen nu bijvoorbeeld met Proton Drive, ik ben geen reclame aan het maken, sorry, dit is niet een... maar om gewoon even, terwijl er zijn nog best veel van die cloud services op de markt, ze zijn allemaal Amerikaans. En het is heel moeilijk voor een kleine aanbieder om daarmee te concurreren. En dus vergeet dat niet, dat om op deze sommige markten te komen, ja, moet je wel tegen de grootmachten opboksen. Dat is ook een van de redenen dat er geen Europese alternatief meer is. De Amerikanen zijn eerder begonnen met onze data te stelen en hebben gewoon een enorme sterke positie opgebouwd. Dus die zullen we ook eerst moeten afbreken. Met een voorsprong. Ja. Ik wil naar de laatste vraag gaan. Dan gaan we even naar deze kant, want ik... Heb jullie geloof ik niet zo heel goed gezien de hele tijd. Ik zit een beetje deze kant op te kijken. Ja. Ja, dankjewel. Ik heb een vraag, als ik het goed begrepen heb hoor, want misschien niet helemaal. Maar er wordt dus nu met deze nieuwe regeling toestemming gevraagd aan de gebruiker van de website of je gevolgd wil worden. Hoorde ik jullie af en toe zeggen. Maar als dat inderdaad het geval is, wordt dat niet gewoon dezelfde oké die je nu hebt. Hey, we slaan je cookies op. En eventuele cookie walls die erbij zitten bij websites? Nee, dat is zonder meer het gevaar. Dus je hebt het goed begrepen volgens mij, dus dat is het probleem niet. En waar mijn aarzeling ook zit van moet het in de praktijk nou vorm krijgen? De DSA maakt ook nog opmerkingen over dark patterns. Je mag dus niet ergens ingerommeld worden. Maar de ervaring leert dat er altijd wel weer slinkse manieren zijn om mensen te verleiden om toch ja te klikken en niet nee. Dus het is wel de opdracht die daar ligt. Kom met een duidelijke vorm van toestemming waarbij mensen... Dit kon ik nog wel breder uitleggen in het Europees Parlement, om eerlijk te zijn. Dat werd nog wel gedeeld. Dat mensen een eerlijke keuze hebben en die ook begrijpen wat die keuze inhoudt en dat ze zelf kunnen kiezen. Maar om dat in de praktijk vorm te geven, dat wordt nog interessant. Maar het moet verder gaan dan wat het nu is. Nu gaat het allemaal per website. Je moet kunnen aangeven of je wel of niet gevolgd wil worden. Dus op het moment dat je in een browser zit, moet gewoon duidelijk zijn. Vanuit die browser moet zeg maar het signaal geven, ik wil niet gevolgd worden. Dus je mag mijn data niet gebruiken.
Heel kan op zich makkelijk. Heel kort. Ik heb ook wel eens kritiek op de Europese Unie. Er ligt al 5 jaar, dit is echt embarrassing. Er ligt al 5 jaar een voorstel wat eigenlijk wordt ligt klaar met een paar steengoede regels erin. Namelijk, je geeft in je browser 1 keer aan, ik wil door niemand gevolgd worden. Ja. En die e-privacyverordening zegt tegen alle bedrijven, dus ook techbedrijven achter een website, als ze dat vlaggetje zien, moeten ze dat respecteren. En dat zou echt een hele elegante oplossing zijn. Maar om de een of andere reden ligt dat stil in het forum waar alle 27 ministers van Justitie heen worden gestuurd. Dus het Europese parlement is al ingestemd. Dit is echt beschamend, want dat zou een veel eleganter oplossing zijn. En nu gaan we wel afsluiten. Dus krijg ik maar het is wel een hele negatieve opmerking dan. Om mee te Zal ik een positieve noot proberen te eindigen? Sorry, we gaan echt afronden. Misschien al met al, DSA is een hele mooie eerste begin met het veilen aan die touwen die Big Tech omhoog houden. Er moet nog wel heel veel gebeuren, maar het is een hele mooie basis om op door te bouwen. Als ik het goed heb begrepen. Nou, dat lijkt me een mooie noot om op te eindigen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aandacht en voor jullie vragen. Je aandacht krijg je nu weer terug, die is weer van jou. Ik wil jullie vooral heel erg bedanken voor jullie mooie bijdrage en om ons een beetje wegwijs te hebben gemaakt in die gekke wereld die Big Tech is. Dus heel erg bedankt. En wie weet tot de volgende keer. Geef ze een warm applaus. Hartelijk dank.